ga je vanavond kijken? Ik ga vanavond kijken naar het Eurovision Festival, ja. En ga je dat doen vanuit de arena of blijf je op de hotelkamer kijken? Ik ga naar de arena, ja. En dan zit je gewoon tussen het publiek? Tussen het publiek gewoon, ja. En wie denk je dat er vanavond kans maakt om te winnen? Ik weet dat er kans maakt, maar dat is niet persoonlijk mijn favoriet. Dat is Rusland. Ik denk dat dat dit jaar gaat winnen. Omdat het een speciale act is. Ze staan er met originele kleren van hun land dan nog. Ze zijn oud. Het is er één schattige bij die ze close-up altijd nemen. Dus ja, dat, als je op tv ziet, dan denk je, ah, dat is cute. En je gaat er sowieso op stemmen. Maar ja, dat heeft dan totaal niks te maken niet meer met zangtalent. Want dat is iets minder als anderen. Wat soms ook wel goed is, want ik heb ze Yesterday horen zingen op een persconferentie, wat ik dus heel goed vond. Daarnaast vind ik, voor mij persoonlijke voorkeur is Spanje dit jaar. Ja. Vind ik echt een pracht van een nummer. En dat zou ik ook thuis kunnen opzetten om te ontspannen of dat zou ik ook kopen gewoon als single. Ja. Heb je Pastora Soler het al live horen zingen? Ja, ik heb ze al live horen zingen, ja. En wat vond je van haar optreden? Ik vond het heel leuk, ja. Heel tof. Ze kan de hoge noten perfect pakken en ze straalt gewoon op het podium. Ik vind dat heel, heel mooi. Een heel toffe zangeres.